Voorzitter, leden van de raad, mensen op de publieke tribune en mensen thuis. Ik houd de spanning er niet langer in. Ik heb met spijt in mijn hart besloten om te stoppen als wethouder. Aanleiding is het dossier Orgelplein. Twee korte, simpele zinnen met daarachter een wereld van overwegingen, gesprekken, gedachtes en zeker ook emoties. Afgelopen vrijdag heb ik de burgemeester en mijn collega wethouders en de PvdA-fractie mijn besluit verteld. En daarna heb ik de burgemeester gevraagd om zo snel mogelijk een raadsvergadering uit te schrijven, zodat ik jullie en de mensen in de stad van mijn besluit op de hoogte kan stellen. Dat is nu en dat valt mij erg zwaar. Ik wil jullie graag vertellen wat mij nauwelijks 10 dagen na het pijnlijke orgel debat in de gemeenteraad tot dit besluit heeft gebracht. In dat debat hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er fout is gegaan en wat we hebben gedaan om te zorgen dat de resterende verhuizingen goed zouden verlopen. En afgelopen vrijdag stond de eerste verhuizing na het debat op het programma. Een verhuizing waarvoor in augustus vorig jaar de opdracht is verleend. En vlak voor deze verhuizing werd ik en een aantal andere mensen in deze organisatie onaangenaam verrast. De opdracht en de daarbij behorende financiële verplichtingen bleken niet goed afgesproken en vastgelegd. Aan deze actie bleek namelijk nog geen vaststellingsovereenkomst ten grondslag te liggen. Terwijl we daar als gemeente Eindhoven medio 2012 wel een verplichting voor waren aangegaan. Maar die stond dus niet in de boeken. Een oude afspraak dus. Maar daar hebben we vorige week toch een debat over gehad. Dat zou toch geen reden hoeven zijn om dan nu ineens op te stappen. Op zich is dat waar. Maar het probleem zit hem in het feit dat niet tijdig is ontdekt dat deze verhuizing niet volgens de officiële spelregels zou gaan verlopen. Als dit wel tijdig was ontdekt, dan hadden we niet vlak voor de verhuizing aan de noodrem hoeven trekken door de verhuizing af te blazen. Als er wel vroegtijdig en alert was gesignaleerd en gehandeld, dan hadden we met een schone lei deze verhuizing kunnen doorzetten. Dan hadden we kunnen laten zien dat vanaf nu alles anders zou gaan. En dan was deze verhuizing een kantelpunt geweest. Maar dat was het niet en dat had het wel moeten zijn. Een excuus aan de betrokken bewoners is dan ook op zijn plaats, vind ik. Toen deze informatie donderdagavond duidelijk werd, besefte ik hoe belastend dit was in dit toch al uitermate complexe dossier. En jullie mogen best weten dat ik wat krachttermen heb laten vallen. Wat is hier aan de hand en hoe kan dat nu pas opduikt? In een mailwisseling met diverse betrokkenen uit de organisatie heb ik donderdagavond verzucht. Ik weet het ook even niet meer. Maar ik wist het wel. Er is maar één persoon bestuurlijk verantwoordelijk voor dit dossier. En dat ben ik. Voor mij was het donderdagavond laat duidelijk dat dit een misser was die dit dossier op dit moment niet kan verdragen. En ik vond en vind dat ik dit nieuws niet geloofwaardig kan vertellen. Zeker niet na het debat van vorige week. Vorige week zei ik u verantwoordelijkheid zou nemen door op te pakken en aan te pakken. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat de maatregelen die we hebben genomen, waarin we in het debat ook gesproken hebben met elkaar, om in de toekomst een tweede orgelplein te voorkomen, goed zijn en inmiddels ook worden uitgevoerd. En natuurlijk wist ik dat in dit dossier nog flinke hobbels zouden komen, onder andere rondom het afhandelen van de verzakkingen. Maar om geloofwaardig te blijven, moet je vooruitgang laten zien. Stapje voor stapje de rommel opruimen en het beter doen. En dat had bij deze verhuizing zichtbaar moeten zijn. Maar dat was het niet. Ik ben teleurgesteld. Ik ben erg verdrietig. Ik ben dankbaar. En ik ben trots. Het zijn gevoelens die ik op dit moment maar moeilijk van elkaar kan loskoppelen. Ze lopen door elkaar heen en versterken elkaar zelfs.
Maar laat ik toch een poging doen. Ik ben teleurgesteld omdat het me niet gelukt is vanuit mijn verantwoordelijkheid als wethouder om dit proces ordentelijk te laten verlopen. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar diep in mij voel ik nog wel een worsteling tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en ambtelijk eigenaarschap. Daarover zometeen meer. En ik voel ook verbazing en onbegrip en machteloosheid. Hoe kan het toch dat er ondanks alle oprechte intenties en de daarbij behorende grote inspanningen niet is gelukt om deze verhuizing een nieuw begin te laten zijn? Het zijn vragen die ik niet meer zal beantwoorden, maar ik nodig de organisatie wel uit om intensief door te zoeken naar die antwoorden. Maar volgens mij liggen die antwoorden niet in nog verder vastleggen van procedures of nog strikter controleren. Mijn mening is dat mensen het verschil maken. De overheid van nu en morgen is in veel opzichten niet meer de overheid van gisteren. Legt geen dingen op, maar maakt dingen mogelijk. Verbindt en ondersteunt. Dit betekent dus ook iets wezenlijks voor het handelen van alle mensen die bij de overheid werken. En dat kan alleen maar door juist meer handelingsruimte aan ambtenaren te geven. Maar het vraagt tegelijkertijd ook om een echt scherper beeld van de eigen rol bij alle medewerkers. Het vraagt een ontwikkeling van omgevingsbewustzijn, alertheid, zakelijkheid, maatschappelijke en politieke sensitiviteit. Het vraagt om eigenaarschap en morele verantwoordelijkheid. Geen paravencultuur. Als medewerker ergens van zijn en van willen zijn. Jezelf verantwoordelijk voelen tot in de haarvaten en dat je handelen laten bepalen. En de gemeente als werkgever moet op haar beurt medewerkers ondersteunen om die kwaliteiten verder te ontwikkelen. En een werkomgeving scheppen waarin medewerkers die verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. En ja, ik ben erg verdrietig. De afgelopen dagen heb ik veel tranen gelaten, menig emotioneel gesprek gevoerd met lieve mensen om me heen. Ook minder getwitterd, heeft u vastgezien. En naast de vele zakelijke en serieuze gesprekken om alles zorgvuldig en netjes af te ronden. Dit was geen eenvoudig besluit. Niet simpel stoppen met een baan. Het is stoppen met wat bijna 7 jaar lang mijn leven was. Mijn passie. En dat voel ik in heel mijn lijf. Ik ben de politiek ingegaan om te werken aan het realiseren van mijn idealen. Ik geloof in de kracht van mensen. In hun kracht om samen dingen voor elkaar te krijgen. Daarom was ik apetrots om wethouder burgerparticipatie te zijn. Eigenlijk is het een rotwoord, te veel beleidstaal, en daar hou ik niet van, meneer de Koning. Maar het staat wel voor waar ik in geloof. In Eindhoven hebben we daar de afgelopen jaren grote sprongen voorwaarts in gemaakt. En ik ben trots op al die inwoners die ik de afgelopen jaren in wijken en buurt heb mogen ontmoeten. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor zoveel goede dingen in onze stad. En al die bijzondere ontmoetingen, die koester ik. Het was een voorrecht om hun vrijwilligerswerk de afgelopen jaren makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de bureaucratie rondom subsidies. Woenselwest is exemplarisch voor wat ik bedoel. Vanuit een achterstand samen opklimmen. De bewoners kozen het motto, we doen het zelf in Woenselwest. Een goed voorbeeld is in Woenselwest dat mensen die er nu wilden komen wonen enige tijd moeten aangeven wat ze gaan bijdragen aan de wijk. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of muziekles. Op basis daarvan worden de nieuwe bewoners gekozen. Een soort sollicitatie dus. Woenselwest wordt hierdoor van binnenuit sterker. En de professionals kunnen op termijn de wijk weer uit. Dat is helemaal hoe ik het voor ogen had toen ik de politiek inging. En tenslotte, en ik heb het maar bewust voor het laatst bewaard, ben ik ongelooflijk dankbaar. Dankbaar dat ik namens deze gemeenteraad, en in het bijzonder de PvdA-fractie en de PvdA-afdeling Eindhoven, samen met mijn fijne collega's en alle ambtenaren, heb ik inzetten voor
en met al die bijzondere, creatieve en hardwerkende Eindhovenaren. Aan deze stad heb ik mijn hart verpand en deze stad is mijn thuis. Het was echt fantastisch om hier wethouder te mogen zijn. Later komt er nog een moment om persoonlijk afscheid te nemen, maar voor vandaag is dat wat ik wilde vertellen. Tot ziens. Ik dank je wel voor jouw verklaring. Mevrouw Viers heeft aangegeven dat ze direct de raad zal willen verlaten en zal er worden begeleid door haar collega's. APPLAUS.